bubbly, bubbly. High five. All right, babe. Het is gelukt. Toppie. Yo. Bubbly, bubbly, bubbly. Het is super heerlijk weer. Even de stoep een beetje ontmossen. Ja, een beetje heel goed. Ja, alleen maar gewoon snijden ze. Overal, gewoon stuk bij stuk. Dus niet elke keer weggaan. Nee, gewoon er blijven, ja, en doorgaan. Ja, al het mos weg. Ja, heel goed. Wij hebben deze gekocht. Ja. Bij een winkel natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar dan bij de intrakuifel. Ja. Maar wel een stuk blijven waar je bezig bent. Even afmaken. Ja. Want ik zie je nu alweer verspringen. De aandacht is nu alweer weg. En je moet de stok wat verder weet pakken. Ja. Ja, verder, verder, verder. Zodat je gewoon lekker rustig in de hand kan houden. Ja, zo ja. En doorgaan. Als je ziet dat hij erin glijdt, dan... Weet je... Ja, dat is het. Open. Heel goed. Ja. Heel goed. Even dit aan de kant. Zo, dan kan je het beter zien. Zie je, dan ga je precies zo, hè, de stukjes. We hebben even geruild van... Even omgewisseld. Ja, we hebben omgewisseld van instrument. Wat heb je nou? Een bezempje. Een bezempje. Kijk, die werkt zo. Oké, ja, dan moet je eventjes ook tussen de stoepje uit. Gaat heel goed. Ja. En waarom dan zo ver? En waarom dan weer zo ver? Waarom niet gewoon dichterbij hier? Hier bijvoorbeeld zo. Dit is allemaal los. Ja, die naar het midden toch niet? Dit? Daar, ja, daar. Hier. Ja. Ja, daar, dat is allemaal tussenin. Lange stok, hou gebruik van de hele stok. Want jij wou toen deze stok gebruiken omdat je het zo makkelijk leek. Hey, want ik had dit stuk al gedaan. Zie je, dit stuk heb ik gedaan. En toen is het, oh, dat vind ik zo makkelijk met die stok. Nou wil ik wel even met die stok. Ja, en nou komt de... Ik zie niks gebeuren. Ja. Hij ook niet. Oké, en nu? Ja, je moet ook in de lengte van de steen mee schoffelen. Dat is het, het mos zit ertussen. Dus als de steen zo dwars, ja, dan moet je het zo doen. Je moet het eruit en dan per steen. Ertussenin. Ja, dat is het. Ja, dat, juist. Dat is hem. Het mos moet ertussenuit. Ja, en naar de volgende. Zo, dat gaat. Ik ben blij dat we geen airbags hebben. Waarom? Nou, dan zou je zo naar voren klappen. Hou dan gebruik van de hele stok. Ja, nee, je valt niet in het water. Het water is pas daar. Het gaat wel goed, hè? Shitje. Nou, ik kom je wel even helpen weer. Nee. Nou, zo het verder gegaan. We hebben een beetje geschuffeld al, hè? Hè? Dit dan? Wat? Een gat. Wow. Zo, die is groot. Een sinkhole. Wauw, een sinkhole in de tuin. Kun je wat in doen? Ja. Doe je stok eens in. Zo, joh. Ik denk dat zo'n boom even staan. Oké. Denk ik. Er zitten ook wortels in. Oké, nou dat... Ja, dan moeten we die nog in het voorjaar even opvullen. Ja. Dat doen we het voorjaar wel. Als het een beetje mooie weer is geweest. Ja. Nou, zal ik dat ding weer even nemen? Dat is zo'n succes, die wisseling. Ja, dan neem ik even die andere. Dan neem jij die andere. Wat zeg ik? Ging zo. Ja? Gaat het goed komen? Ja, je denkt het wel. 6 uur later. Oh nee, geintje. 10 minuten later.
Je bent nu al kapot en dan moet de hele tuin nog gedaan worden. Doe niet, want je krijgt rugpijn. Ja, ik krijg rugpijn. Lengte van de steentjes, hè? Leg hem eruit. Ja, mooi Doody. Dit is Doody. Oké. Ik ga even kijken, ik zal met je meegaan. Dat is Doody. Dit is Doody. Hoi. Hallo Doody. Hey. Ja, Doody ligt voor pompers. Ja, ja. Ja, schuffelen. En de rest zit binnen tv te kijken. Ja. Olympische Spelen. Heel goed. En jij doet ook Olympische Spelen. Jij doet Olympisch mossteken, heet dat. Ja, leuk. Ja. Jee, ik heb gewonnen. Yo, Olympisch morsen mossteken. Klaar. Nou ja, je gaat wel goed hoor daar. Ja, ik ben goed bezig. Oeh, kijk je uit, hoe je lensen. Nou, ik kom je even helpen. Bijna vergeten, wat heb jij gemaakt op school? Kijk, ik zal het even laten zien aan iedereen. Een vetbolletje. Met daarin allemaal zaadjes. Het is niet een vet. Oh, het is dan? Geen bolletje. Nee, het is een vet bekertje. Ja. Ja, je hebt het vet. Het zat in een bekertje. Ja, het zat in een bekertje. Dus ik zal het bekertje. Ja, pak het bekertje eventjes. Ja, gewoon een drinkbeker. En daar heb je het ingegoten. En de zaadjes die zijn naar beneden gezakt, zie je? Ja. En de zaadpitjes van de zonnebloem, denk ik. Ja. Die zijn bovenin gebleven. Ja. Dit is wel heel gevaarlijk werk. Wat is wel gevaarlijk werk? Want dat? Dat met dat vet. Ja. Want, vertel. Het wordt gevuurd. Het wordt gevuurd? Leg eens uit. Het vet is natuurlijk hard als het begin is. Ja, net zoals nu. Ja. Dus het wordt vloeibaar. En dat moeten wij dus gaan met vuur, moeten we dat zacht maken. Nou, oké, wat heb je er gedaan dan? Een blok, twee blokjes en een ijzer erop, een bakje en twee kaarsjes. Oké. En dan ga je dat laten smelten. Dat duurt wel eens van een kwartier. En dat heb je op school gedaan? Ja. Wow. Ja, zo weet ik ook wel. Dat duurt wel eens van een kwartier. En als dat helemaal gespeld is, dan doe je de zaadjes erin. Ja. Dan moet je even goed doorroeren totdat alles goed door elkaar zit. Ja. En dan pas kan je het terug in het bakje doen. En de volgende morgen kan die hard zijn. Oh. Of die dag erna, of die dag erna. Zover? Het kan heel lang duren, ja. Wow, nou, het klinkt allemaal heftig hoor. Ik heb het in één dagje over. Oh, gelukkig. Nou, dat is maar het zo'n missie. Maar moest nog wel één dagje, want dan kon hij eruit. Missie gelukt, heet dat. Hij is gelijk, zoals ik maak het vandaag, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Morgen is die klaar hard. Ja. En dan... Overmorgen kan ik hem eruit halen. Oh, oké, ja, ik snap het. Ja, het is me helemaal duidelijk. Nou goed, hij hangt. Ik ben benieuwd wat voor papegaaien eraan komen. Ik koop niet die. Nee, niet die ene, want die eet in één keer alles op. Ja, dat vind ik. Ja, dan is het werk in één keer weg, want dat stokje wat ernaast hangt, dat is ook al leeg gegeten. Ja, dat hebben hun ook gedaan. Ja, dat is ook binnen een dag weg. Ja. We kunnen anders nog wel eentje ophangen zometeen. Als opa en oma komen, dat is wel leuk. Ja. Ik weet niet of ze komen aan de vogeltjes, maar we kunnen wel even ophangen. Ik zal eventjes de bak pakken, ja? Blijf je maar vier. Ja. Wij hebben ook gelijk even de zaadbak. Ja. En ik weet niet of jullie hem al kennen of jullie... Wat heb je gedaan? Vertel, laat eens even zien. Oké, ontzettend gevulde staaf. Ja. Nou, dat... Die is leeg. Ja, die is zo leeg. Ja. Die vinden ze lekker, hè? Die komen die papegaaien en dan zijn ze zo leeg. Ja. En we hebben iets extra's in het huisje gegooid. Wil je kijken? Kijk hier, zo hier. En ook in dat huisje hebben we wat extra's gegooid. Dus dat komt helemaal goed. En dan hangt jouw zaadbolletje. En dan die staaf met al die pikkeltjes. Die hangt er ondertussen al. Ja, die hangt er al een tijdje. Dat is niet, de koolmeisjes vinden die geen succes. Nou ja, ze eten er wel aan. Ja, maar het is niet heel veel. Nee, volgens mij is het pas de eerste bolletje. Ja, ik denk het namelijk ook. Dus dat, of de balletjes vinden ze niet zo lekker. Nee, dat kan ook. Dat kan ook natuurlijk. Dat ze alleen de zaadjes lekker maken. Ja, nou kom. Misschien dan gaan we wel even binnen kijken. Als de vogeltjes komen, dan laten we het even jullie zien. Ja, maar misschien omdat er ook al een dingetje omheen zit en een draadje. Dat zou kunnen. Dat ze misschien heel moeilijk bij kunnen. Ja.
Ja, dan moeten ze ondersteboven, achterste voren hangen. Ja, dus dat kan natuurlijk wel een beetje vervelend zijn. Ja, dus dat moeten we even allemaal... Nou, we gaan het allemaal even zien. We gaan even de spullen opruimen.